ook dat ik enigszins verstaanbaar ben. Je bent gewoon heel... Nee, dan ben je koudbloedig eigenlijk. Dat is niet goed. Oh, ik ben zo blij. Dennis was hier net en... Het lijkt weer zo vies. Hallo? Valt mee. Goedemorgen, het is donderdag. En het is hier echt een drukte van je welste met twee meiden. Echt. En Sarah, die doet alles op step nu. Als ze naar buiten is geweest, dan mag je niet meer binnen, hè? Doei, Ginny, daar hoor je. Hoor jij mij? Ja. Oké. Ik hoop dat ik enigszins verstaanbaar ben. Alle straat is afgezet. Bij de parkeerplaats van de supermarkt. Maar ik had vandaag al zoveel grote en zware dingen dat ik met de auto op moest. Dus nu ben ik de hele wijk aan het doorlopen met elkaar. Maar ik kreeg ook de tassen en ik ga het gewoon niet zonder elkaar naar mijn auto te krijgen. Dus ja, lekker wandelen met elkaar door de wijk. Oh, wat een gedoe net. En ik kijk nog heel erg ver. Ik loop dus met Kar naar de auto om die boodschappen allemaal daarop te brengen. Want ik had echt veel zware dingen en ik had echt geen zin om de boodschappen vijf straten te gaan sjouwen mee. Ik weet niet eens of ik dan aangekomen was. Dus, en ik had netjes even aan die meiden gevraagd. Ik zeg, kan ik gewoon even met Kar naar de auto? Ja, joh, tuurlijk, geen probleem. Dus ik loop aan. Komt er een man naar me toe? Ja, je kar mag hier helemaal niet. Een heel gedoe. Nou, ten eerste, waar bemoei je je mee? Ik zeg, en ten tweede, ik heb het gewoon gevraagd. Was geen probleem. Nee, en dat heb jij niet gevraagd. En hoe asociaal ik wel niet was dat ik dat deed. En noem het op. En ik denk echt, kerel, waarom kom jij naar mij toe? Waarom? Ga weg. Ik ga wat nuttigs doen met je leven. Maar laat me met rust. Ik denk echt, nou, ik trek ze aan. Ik weet echt niet wat dat is. Het sloeg echt helemaal nergens op. En het was vanmorgen sowieso wel leuk, want ik moest spullen meenemen, ook al naar de auto die ik weg moest brengen. Maar Sarah en Mila, die liepen dus met een grote doos. En ik had de kofferbak open gedaan. Maar ik had pas wel iets gehaald wat ze niet mocht zien. En dat was met zwemles. Dus dat had ik in de kofferbak verstopt. En ik had naar Marco geappt dat het lag en gevraagd of hij het eruit kon halen. Omdat ik de hele tijd met Sarah was. Maar daar heeft hij dus niet meer aan gedacht. En daarna ben ik het vergeten. Dus doe die kofferbak open en die meiden komen er al aan. Ik zie het liggen. Dus ik snel al mijn tas en zo gewoon in de kofferbak. Dus Sarah zegt ook, waarom ligt hij in de kofferbak? Ik zeg, ja, dat is vandaag gewoon even goed. En hij heeft ze gelukkig aangenomen en hem niet gepakt. Maar daardoor zag ze het niet. Ik denk, oh, dit is echt niet goed. Ja, echt wat een gedoe deze ochtend. Even de rest van mijn boodschappen ruimen en even rustig een theetje drinken en ja, even relax. Ach, één voordeel van al dat extra lopen. Ik heb wel echt mega veel stappen al gelopen voor in de ochtend. Want ik sta nu al op bijna 3000 stappen. Dus dat gaat heel goed. Even een momentje van relaxen, dan even flink aan de bak. En ze heeft vandaag overdrijf, dus ik heb wel even de tijd. Ze willen natuurlijk heel graag één dag in de week overblijven. En dat is vandaag. In principe doen we de donderdag. Maar ik kan die dag ook switchen, want ik heb al aangegeven dat, dat het of vast of flexibele dag is. Dus stel, ik moet een keer op vrijdag echt weg, dan haal ik er donderdag op en dan blijft ze op vrijdag over. Bijvoorbeeld, dus dat is geen probleem. Dus ja, dat. Ik heb vandaag trouwens echt even wat simpels aangetrokken. Dit simpele shirtje van Minimum, broek Wrangler en Guess Sneaker Wedges. Alweer tijd om naar school te gaan. De tijd vliegt soms echt. Ik heb alleen geen zin om mijn tas mee te nemen. Maar deze jas heeft ideaal grote zakken. Dus dat vind ik echt heel prettig. Ga ik daar even snel alles in. Ik hoop trouwens dat de weg een beetje open is, want...
vanochtend was het natuurlijk een drama. Het zou wel weer beter zijn, maar je weet het nooit. We gaan het zien. Het is etenstijd en we zijn weer gezellig met Kitty. En we zijn weer gezellig met de gezellige Sarah. Ja, en je hebt nog steeds je jas aan. Wat ik ook fijn vind zitten. Ja, ze heeft een tik die houdt graag de hele dag de jas aan. Echt, kind sport niet. Heb je zeker van je vader? Ik was soms ook al vroeger. Ja, ook heel de tijd in je jas lopen? Als het een zomerjas was wel. Ja, dan zei ik wel echt de hele dag in de jas lopen. Ja, dat deed ik zo vroeger. Ik heb het wel eens als ik bijvoorbeeld haar naar school heb gebracht en dan terugkom en het is nog niet zo warm in huis, weet je, en ik de verwarming net wat hoger heb gezet, dat ik bijvoorbeeld mijn boodschap of zo, die eerste dingen in mijn jas nog doe. En dan als ik hem uitdoe, dan is dat warmer in huis. Ik denk omdat het lekker warm is dan. Zo, zit lekker. Je houdt gewoon van warmte. Je bent gewoon heel, nee, dan ben je koudbloedig eigenlijk. Dat is niet goed. Oh, ik ben zo blij. Dennis was hier net en de uitnodiging is binnen. Tegen de tijd dat dit online staat, is hij toch al bij iedereen. Dus ik kan hem al laten zien. Dit is hem geworden. Ik vind hem zo gaaf. Echt. Je tas, denk ik. Je had hem net. Hij is echt gaaf. Ik ben er zo blij mee. Sarah vond hem ook helemaal geweldig. Die was nog net niet op bed toen Dennis kwam. Dus die heeft hem nog gezien. Hij lag net bij je. Heb je hem nou niet? Onder de kussens dan? Oh. Wel zeg, ik zag hem echt net nog bij je. Je hebt de primeur vandaag, hè? Ja. De eerste kaart. Ik heb net met Kitty echt een van mijn all-time favorite films gezien. The Butterfly Effect en wel de director's cut. Want die maakt die film 10.000 keer beter. Dus die hebben we gekeken en Kitty zegt ook, ja, inderdaad, echt topfilm. Dus ik heb de film al zo vaak gezien en ik blijf hem goed vinden. Ook al weet ik hoe die gaat en hoe die afloopt, hij blijft gewoon waanzinnig. Terwijl hij is ondertussen al uit 2004, dus de film is al 16 jaar oud. Maar echt, ja, waanzinnige film. Maar goed, die hebben we gekeken, Kitty naar huis. Ik heb echt al zo'n stapel uitnodigingen geschreven. Toen waren mijn enveloppen op. Die moet ik morgen gaan halen. En toen kwam Marco thuis. Dus we gaan nog heel even zitten. Het is ondertussen al best wel laat. Dus ik ga ook over niet te lang naar mijn bed. Ik heb het toch ietsjes later gemaakt dan de bedoeling was. Het valt mee. Dus ik ga snel mijn bed in. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Zie ik je morgen graag weer. Doei doei.